Rebellen vuren raketten af op de troepen van Gaddafi in en rond Brega. Maar voor het eerst sinds de internationale troepen in Libië aanwezig zijn, is er vanuit het rebellenkamp kritiek gekomen op de militaire operatie. Het was Abdel Fattah Younis, de stafchef van het rebellenleger zelf, die van leer trok. En dat is diplomatiek gezien hoogst uitzonderlijk. انا الذي يتصل ب انا واركان ضباط مساعدين معي نحن نتصل ب بالمندوبين الناتو لتوجيههم الاهداف التي تحمي المدنيين. Maar daar liep het onder meer gisteren fout. Nadat de rebellen de NAVO hadden geïnformeerd over een aantallen doelwit, duurde het 8 uur vooraleer er bombardementen kwamen. Veel te laat, vinden de rebellen. En van die oneenigheid maakt Khalid Kaim, de vice-buitenlandminister van Libië, dankbaar gebruik. Volgens hem keuren vele Libiërs de aanvallen van de internationale troepen af. All of those people who are involved in seeking help from abroad will not have a political future in Libya. Kaim maakt zo duidelijk dat Gaddafi niet wil praten over een toekomst voor Libië met mensen die, zoals de rebellen, steun vanuit het buitenland hebben gevraagd.